Ja, het is nu een dag geleden. Ja, ik heb het amper verwerkt hoor. Ja. Ik denk van, nou, het kan mij schelen. Dat is niet zo. Het kan me wel schelen. Tuurlijk kan het je schelen. Nederland ligt eruit. Oranje doet niet meer mee. Wat kan je al die wedstrijden nog schelen in het toernooi? Helemaal niks. Nee, want je weet, daar komt niet de tegenstander uit van het Nederlands elftal. Nee. Wat kan het je bommen en al die spanning die je hebt in je lijf, ja, die is er dan gewoon niet meer. Nee. Maar los daarvan is het niet alleen de enorme deceptie en de teleurstelling en noem het allemaal maar op wat je hebt na zo'n uitschakeling. Want ja, laten we nou even wel zijn zeg. Tsjechië. Hey. Tsjechië. Ha. Tsjechië. Hey, vrienden. Ja. Nou, ik heb het nou vaak genoeg gezegd, hè. Ja, het is zo erg. Dat je had gewoon nog lekker in het toernooi kunnen zijn. En je had nog lekker mee kunnen doen. En het... Oh man. En weet je wat het is? Het is gewoon de boosheid. De woede over dit geheel. Dat is wat het is. Dat je gewoon de stoom uit je oren komt, gewoon. Daar hebben we mee te maken. Dat is... Gewoon het hele punt van dit hele gedoe. Dat je dan denkt bij jezelf, KNVB, dat is het. Het is die KNVB. Die hadden dit gewoon kunnen voorkomen. Ja, tuurlijk. Want laten we wel zijn, hè, vrienden. Ronald Koeman, die had met dezelfde spelers. Hey, kwam die in de finale van de Nations League. Die won gewoon van Frankrijk. Die won van Engeland. Hey, met dezelfde spelers. En wij kunnen niet eens van, ik ga het weer zeggen, niet van Tsjechië winnen. Tsjechië kunnen wij niet van winnen. Met diezelfde spelers. En die spelen allemaal bij grote clubs in Europa. En dan stelt die, en dan kom ik weer, die KNVB, die stelt dan een bondscoach aan die daar niet mee overweg kan. Want dat is het punt. We hebben een bondscoach die kan niet die talenten met elkaar laten voetballen. Daar hebben we mee te maken. En vrienden, let even op. Ik waarschuw nu vast. 1 september. Zet hem in je agenda, die datum. Dat is een belangrijke datum. Want dan spelen wij uit tegen Noorwegen. En die wedstrijd, dan hebben wij een andere bondscoach nodig. Want anders gaat dat dus helemaal fout. Dan gaan we niet eens naar de WK als dat zo doorgaat. Dus KNVB, word in godsnaam wakker. En zorg dat wij voor 1 september, hey, een ander hebben.